Goedemorgen Jochem. Hey, goedemorgen. We zijn vandaag de oppas, zie ik. Ja, het is vakantie. Het is vakantie, ja. Ik heb er ook meegenomen. Zo. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. En meisjes. Zo, jij bent Max. En jij bent? Wende. Wende, kijk. Nou. Wat gaan we vandaag doen, jongens? Kiwi te vangen. Nou, kiwi te vangen, weet niet of dat lukt. Maar we gaan wel iets vertellen over kiwi. Maar we zijn hier in Altena en hier loopt een onderzoek naar de kieviet. Oké. Okay. En de kieviet gaat het niet zo goed mee. Want hoeveel kievieten zijn er ook weer in Nederland? 10.000. Ja, 110.000. 110.000. 110.000 zijn er ongeveer, hè? En hij gaat met 5% per jaar loopt hij terug. Ja. En wat is nou het probleem met de kieviet? Ja. Dat de kuikentjes steeds op worden gegeten. Ja. En, ja, en soms door die, dat ze gaan, weet je wel, gaan oosten, dan worden ze soms doodgereden. Ja, dan worden ze doodgereden of zo. En we weten ook dat er echt een probleem is met de overleving van die kievietkuikens. Dus. Mm-hmm. Dus er is in het jaar van de kieviet is al een onderzoek gedaan naar de overleving van die kuikens. En toen zijn we erachter gekomen dat tussen de 9% en 12% van alle kuikentjes die overleeft het maar. Zo. En je hebt ongeveer 40% nodig. Ja. Om het in stand te houden. Zeg. Ja, dus dat geeft wel aan hoe erg het is. Oké. Okay. En hoe komt dat nou? Ja, sommige percelen zijn gewoon niet geschikt meer om voor kuikentjes om op te groeien. Ja. Dus je hebt eigenlijk wat kruiden nodig. Je hebt niet te hoge vegetatie nodig. Een beetje kale oppervlak. Je hebt nattigheid nodig. Spinnetjes, kevertjes. En wij proberen met dit onderzoek, wat we dadelijk gaan uitleggen, proberen we eigenlijk uit te zoeken waar die kuikens naartoe gaan en wat hun voorkeur is om op te groeien. Oké. Okay. En wij zijn in Brabant zijn we een van de projectgebieden. Mm-hmm. En hier worden dus oudere vogels gevangen van het nest. Dus er komt een kooitje over het nest heen. De vrouwtjeskieviet loopt terug, die gaat op de eieren zitten. Ja. En dan valt het kooitje dicht. Ja. En dan gaan we gelijk daar naartoe. Dat zijn ringers die daar ook voor gecertificeerd zijn. En dan krijgen ze een heel klein rugzakje om met kleine draadjes achter de vleugels langs. En achterop zit een 5 gram wegend zendertje. Ja, daar heb ik geen last van. Ja, nee, daar werkt ze helemaal niks van. Die zit achterop, die laadt ook zelf op met een klein zonnepaneeltje. En die geeft om het half uur de locatie door. Dus wij kunnen nu op de kaartbeeldje kunnen we heel mooi zien de verplaatsingen van die kieviet. En die ouder kieviet die vertelt ons dus waar die kuikens voedsel zoeken. Ja. Want die ouders weten perfect waar het beste voedsel te halen is. En we leren daar dus ook van gaan ze bijvoorbeeld naar dit soort biotoop toe? Om kuikens te, of om insecten te vinden. Of gaan ze naar de rand van een maïsakker. Of misschien naar een slootkant. Mm-hmm. Dus daarom hebben we nu zeg maar verspreid in Nederland zijn. Dus die vogels voorzien van zo'n rugzakje. Okay. En wat vind je er nu van? Zoals het tot nu toe gaat? Ik denk wel dat het een beetje een tegenvallend jaar gaat worden. Daar lijkt het nu wel op. Het is super droog. Ook als je de metingen gaat verrichten in het veld. Maar sommige meetinstrumenten die we hebben, zoals bijvoorbeeld, we hebben een inprikbaarheidsmeter, dus die meet de bodemweerstand. Oh ja, maar die krijg je in sommige gevallen niet eens in de bodem. Die is belangrijk om te weten, wat kunnen die vogels met snavels in de grond komen? Precies. Okay. En dat is natuurlijk meer voor de brede weidevogelgemeenschap belangrijk dan zeer specifiek voor de kieviet. Maar het is iets wat je toch meeneemt om, een totaalplaatje. En ook bodemvochtigheid meten we. Maar ja, daar zitten natuurlijk van die hele gevoelige antennes aan en dat kan ook zomaar breken, zo hard en droog precies. Is de bodem. Ja. Ja, vooral op referentieplekken denk ik waar je dit hebt. Ja. Het is gewoon een reguliere akker, kom je dan of grasland. Precies, en daar kan het soms hard. Echt ontzettend hard zijn en moeilijk om je metingen te verrichten. Ja. Ja. En het wel al een mooie anekdote van een uitzwaaier, van een kieviet. Ja, een kieviet die zat hier dus eigenlijk 3 dagen. Normaal op het nest, zoals je zou verwachten. Ja. En nadat we hem hadden gezenderd. Dus we dachten, nou, dat gaat allemaal zoals het zou horen. En 's avonds om 8 uur of zo stijgt dat beest ineens op naar 1500 meter hoogte. En je vertrekt naar Duitsland. Dus de volgende dag, ik kan alles volgen op mijn mobiel, zeg maar, en of op internet. En dan zie ik ineens Midden-Duitsland als locatie. Nou, de dag daarna werd het nog gekker. Toen zat hij bij Berlijn. En de dag daarna in Polen. Ja, dat zie je in Polen. Dus, ja. En hij zit nog steeds in Polen, dus benieuwd wat hij daar gaat doen. Misschien kunnen we op een gegeven moment collega-onderzoekers daar vragen om eens een keer een kijkje te nemen van wat hij daar dan uitspookt. Nou, ik heb misschien is de gastarbeider gewoon terug naar huis of zo. Ja, die doet het echt harde werk. Ja. Want jullie lopen eigenlijk
achter de kievietkuikens aan, of hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben eigenlijk, je moet het zo zien, we hebben in ieder gebied hebben we vaste plekken. Dus ja, die volgen we eigenlijk gewoon door het seizoen heen. Dan kijken we hoe het daar eruit ziet, qua wormen, qua insecten, qua bodemvocht, dat soort dingen. Dingen die wij voor de kievit van belang achten. Hé joh, zit er verzand op te jagen? Verzand op te jagen. Kom maar op! Dat was volgens mij een patrijs. Nee, dat was geen patrijs. Maar hij leek er wel op. Nou ja, dat doen we dan eigenlijk door het seizoen heen. En dat doen we op vaste plekken, dus daar komen we gewoon iedere week terug. Zodat we kunnen zien hoe het door het seizoen verandert. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook die kievieten gezenden, dus we krijgen continu een update van waar zitten ze. Ja. En daar hobbelen we eigenlijk achteraan. Dus we kijken van ja, welke plekjes kiezen ze uit. Ja, hoe zien die omstandigheden daar dan eruit? Zijn dat de plekken met korte vegetatie, met veel insecten? Is het daar nat? Nou, dat soort dingen. Dit is het beruchte bosje daar, hè? Ja, in die hoek toch? In dat bosje ja, is het opgepeuzeld door een jonge havik, zo te zien op de foto's. En vervolgens zien we ook nog de route van de vrijwilliger die met de zender naar huis gaat. Dus dan zie je hem over de weg. En ja, dat is daar een dorpje zo in. Dat zullen we maar niet delen, maar dat kun je allemaal zien. Ja. Maar Tim, hoe lang loopt dit onderzoek nu? Dit onderzoek, voorlopig is het een eenjarig onderzoek, dus het gaat dit jaar lopen. Ja. Maar hopelijk lukt het om misschien volgend jaar nog een vervolgonderzoek te doen. Want die zendertjes die kunnen in principe een aantal jaar mee. Dus, ja, dan zou je ze ook nog kunnen volgen. Ja. En ja, je bent nog maar kort bezig, maar durf je al voorzichtige conclusies te trekken? Of zijn er echt dingen die opvallen? Een onderzoeker altijd dan zegt eventjes afwachten en aankijken. Maar ja, het is natuurlijk wel een super droog jaar. Ja. Dus het zijn geen makkelijke omstandigheden voor de kievieten. En over alle gebieden heen zie je toch dat de meesten wel trekken naar of natte slootkantjes. Of plasdraspercelen, dat soort dingen. Toch vocht. Echt ja, heel belangrijk. Toch echt vocht, ja. En dat ze heel snel weggaan. Stel dat ze bijvoorbeeld wel een nestje hebben op een droge locatie. Of op een akker of zo. Daar, daar brengen ze weinig tijd door. Ze zijn gauw in de slootkant of ergens op een plasdras. Ja. Oké. En laat ik zeggen, stel dat dat een conclusie zou zijn, meneer de wetenschap. wat zijn dan de vervolgstappen? Nou ja, het moet nog blijken natuurlijk of bijvoorbeeld, we zien nu dat ze naar die plasdrassen toetrekken en naar die slootkanten, maar gaan ze daar ook succesvol opgroeien? Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we nodig hebben om de kievietstand weer op te krikken. Mm-hmm. Als dat zo blijkt te zijn, dan betekent het dus dat je dit soort maatregelen op veel grotere schaal zou moeten uitrollen. En dat je er ook voor moet zorgen dat de plekken waar je die kievieten naartoe trekt, bijvoorbeeld, ze komen natuurlijk graag op akkertjes af bijvoorbeeld, dat je die in de buurt legt van de plekken waar ze vervolgens met de kuikens naartoe willen. Dus dat je die twee combineert. Maar goed, of dat zo is, dat gaan we allemaal zien. Of de kuikens kunnen opgroeien op dit soort percelen. Zo, Jochem zit er weer op. Klaar met oppassen op de kindjes. Nou ja, je hebt er geen kind aan. Nee, als je mee naar buiten neemt, dan komt het altijd goed. Ja, precies. Hey, nou, jongens, wij gaan. Ja, was weer leerzaam. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Doei.